De regionale verkiezingen zorgen voor een heuse aardverschuiving op de banken van het Vlaams parlement. Om en bij de helft van alle parlementsleden zijn vernieuwd. Vanaf oktober start voor hen het echte werk. Actua TV wacht echter niet zo lang om hen aan u voor te stellen. Nieuwe Leeuwen leidt de nieuwe parlementsleden voor het eerst binnen in de plenaire zaal van het Vlaams parlement. Ik ben Boudewijn Boekaert, 61 jaar, en niet zo jonge leeuw meer, maar toch nog niet versleten. Ik ben vader van Pieter en Emma. Qua beroepsachtergrond ben ik professor aan de rechtsfaculteit Universiteit Gent. Politiek heeft mij altijd gefascineerd. Ik was reeds politiek actief in de studentenbeweging. Later heb ik met Guy Verhofstadt samengewerkt in de Open VLD om het liberalisme in Vlaanderen politiek gestalte te geven. En in 2006 ben ik uit de VLD gestapt samen met Jean-Marie de Dekker om een nieuwe Vlaamsgezinde liberale beweging uit te bouwen. Laten we even terugkeren naar de dag in de avond van de Vlaamse verkiezingen op 7 juni 2009. Hoe is die verlopen voor u? Ja, de verkiezingsdag zelf was voor mij een bijzonder emotionele dag. Het was 2 jaar geleden dat mijn vrouw was overleden. Ik ben eerst gaan stemmen met mijn dochtertje. En dan ben ik naar het kerkhof geweest, heb ik wat bloemetjes op het graf van mijn vrouw gezet. En dan hebben we samen de verkiezingsuitslagen beginnen volgen. In het begin leek dat toch wel niet al te goed. We scoorden beneden de verwachtingen. We dachten rond de 10% te zitten. En ja, de eerste uitslagen die binnenkwamen gaven 7%. Dat was een beetje teleurstellend. Maar naarmate ze binnenkwamen, bleek het toch zeer duidelijk dat we boven de 8% gingen. West-Vlaanderen was ook zeer goed. En ja, dan ben ik de militanten gaan vervoegen in het partijhoofdkwartier, ben ik naar TV Oost gegaan, ben ik naar AVS gegaan en dan ontstond er een feest, de feestvreugde, omdat onze partij zich toch op de kaart had gezet. Ietsje minder dan de verwachtingen, maar het is een unicum in Vlaanderen, dat is een nieuwe partij. Weet stand te houden en in een tweede verkiezing, twee verkiezingen op elkaar, weet door te breken in het parlement met toch een mooie fractie in het Vlaams parlement, 8 parlementsleden die denk ik van zeer goede kwaliteit zijn. Wie hebt u als eerste verwittigd toen u wist dat u verkozen was tot Vlaams volksvertegenwoordiger? Wel, ik wist vrij snel dat ik verkozen was. Ik was lijsttrekker en zodra ik wist dat we de kiesdrempel haalden, wist ik zeker dat ik verkozen was. Maar ik heb toch het eerst gebeld met mijn schoonouders, dus de ouders van mijn vrouw. Die waren bijzonder fier dat ik verkozen was, omdat hun dochter er ook altijd van droomde van in de politiek te gaan. En ik wou hen dat toch wel het eerst zeggen. En nadien heb ik vrienden en kennissen gebeld om hen op de hoogte te stellen. Lag het resultaat binnen uw persoonlijke verwachtingen? Wel, mijn persoonlijk resultaat lag binnen mijn verwachtingen. Ik had gezegd, goed, 10.000 is voldoening, 15.000 is onderscheiding en 20.000 is grote onderscheiding. Ik heb 10.000 gehaald en dat vond ik een heel behoorlijk persoonlijk resultaat. Een voldoening is dikwijls leuker dan een onderscheiding. Voor de partij had ik toch wel wat meer verwacht. Ik had meer verwacht in de provincies buiten West Vlaanderen dan dat zeer goed heeft gescoord, 13%. Maar onze provincie zit aan 8%. En dan als je dan wat verder naar het oosten gaat, hoe verder van Jean-Marie, worden de uitslagen toch wel wat zwakker, rond de 5%. En daar had ik eerlijk gezegd meer van verwacht. Wat staat u te wachten als Vlaams volksvertegenwoordiger? En beseft u dit al? Ja, dat besef ik zeer goed. Ja, ik ben geen leek in de politiek. Hè. Ik heb het parlementair werk, zowel op federaal vlak als op Vlaams vlak, altijd gevolgd. Hè. Ik ben als jurist ook bezig met wetten en decreten. Ik weet hoe een parlement in elkaar zit. Plenaire vergaderingen, de tactieken, de strategieën, de trucken in de plenaire vergaderingen, maar ook dus het ernstige commissiewerk. Dat zijn zaken die ik ken en ik denk wel dat ik hier goed zal aarden.
Politiek is soms een hard en meedogenloos beroep. Kan u hard genoeg zijn om het hier waar te maken? Wel, ik ben reeds een dertigtal jaar actief aan de universiteit. En het universiteitswereldje is ook niet zo zacht. Hè. Wie de roman van W.F. Hermans Onder professoren heeft gelezen, weet dat ook onder professoren het er soms zeer hard kan aan toegaan. En natuurlijk, als je lijsttrekker bent in een partij, dan heb je ook dat watertje doorzwommen. Hè. Dus de politiek, ook binnen de politiek, is er een zeer harde strijd. Hè. Je politieke vrienden zijn dikwijls je grootste vijanden. Dus die krabbenmand ken ik. Dus ik denk wel dat ik daartegen bestand ben. Op wat mogen de kiezers u afrekenen? Wel, op inzet. Ik moet presteren, ik moet hard werken, ik moet aanwezig zijn, ik moet tussenkomsten doen. Die tussenkomsten moeten goed onderbouwd zijn. Ik ben hoogleraar, dus men verwacht toch een beetje van mij dat die goed onderbouwd zijn, ook op technisch en juridisch vlak. En ten tweede op rechtlijnigheid. Ik ben een Vlaamsgezinde politicus, dus ik wil meer Vlaanderen. Maar ik ben ook een liberale politicus. Ik wil minder staat, dus ik wil meer Vlaanderen en minder Vlaamse staat. En de kiezers mogen mij afrekenen op het feit of ik die principes, die draad doorheen mijn wetgevend werk, mijn activiteiten hier in het parlement, mijn tussenkomsten, heb kunnen verwezen. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Hier binnen het Vlaams parlement zou ik graag uitblinken door mijn deskundigheid. Mijn deskundigheid in een aantal domeinen. In de eerste plaats is er het onderwijs. Ik zit zelf in het onderwijs. Ik ben hoogleraar, dus dat is een domein dat ik wat ken. En ik zou graag qua onderwijs meewerken aan de kwaliteitsbewaking van het Vlaamse onderwijs. Vlaanderen heeft geen grondstoffen, heeft geen olie, heeft geen aardgas, maar Vlaanderen heeft wel brains, hè. Zit in het centrum van Europa. En moet, denk ik, zijn toekomst zoeken in de verdere ontwikkeling van zijn brains. En daarom is het onderwijs, en zeker ook de universiteiten, broodnodig. Ik zou bijvoorbeeld graag het aanbod van de universiteiten liberaliseren, zodanig dat ook vreemde universiteiten zich hier kunnen komen vestigen. Hè. Mijn droom als Gentenaar is bijvoorbeeld dat universiteiten zoals Harvard de weg vinden naar Gent en dat Gent zo'n beetje het Boston wordt van Europa met heel veel intellectuele input. Maar een andere ambitie is ook de regeldrift in Vlaanderen aan banden leggen. Vlaanderen reguleert te veel, produceert te veel regels, leidt aan regulitis. Gisteravond was er nog een interview met een West-Vlaamse ondernemer die de aquacultuur ontwikkelde, want dat is de toekomst, de aquacultuur, de visproductie via dus het kweken van vis, en niet meer het vangen van vis, maar het kweken van vis. En die Vlaamse ondernemer was gevestigd in Dottenijs, juist over de grens met Wallonië. En een van de redenen die hij aangaf was dat Vlaanderen te veel reguleert, dat het met de ruimtelijke ordening veel te moeilijk was om die aquacultuur in een van de vakjes te passen. En daar moeten we van af. Ik hoor regelmatig noodkreten van ondernemers, maar ook van gemeentebesturen, provinciebesturen en ook van de sociale organisaties, schooldirecties, dat er te veel gereguleerd wordt in Vlaanderen. En ik wil nagaan of dus de regels die men voorstelt, of die wel nodig zijn, of we die problemen die kunnen oplossen met betere informatie, met covenanten, met akkoorden te sluiten met de actoren op het veld, met een code van good practices, maar met minder regulering. En dan wil ik natuurlijk ook als Vlaamsgezinde parlementair bijdragen aan de verdere ontvoogding, emancipatie van de Vlaamse bevolking, zodanig dat ze haar eigen staat, haar eigen instellingen
zou eindelijk kunnen verkrijgen. En daarvoor wil ik samenwerken met alle Vlaamsgezinden hier in het parlement. Hoeveel tijd zal u spenderen aan uw job als Vlaams volksvertegenwoordiger? Zeer veel tijd. Dat is voor mij een voltijds job. Ik wil hier absoluut het grootste deel van mijn tijd besteden. Door mij in te zetten voor het wetgevend werk, het studeren op wetgeving, het vergelijken met regelingen in andere landen en door hier wat intellectuele input te geven. Maar ik wil ook op plaatselijk vlak actief zijn, dus verder mij inzetten voor de uitbouw van onze partij. Want we zijn een nieuwe partij, we moeten onze structuren ook uitbouwen, dus zowel plaatselijk als hier. Maar daarnaast behoud ik toch nog een stuk opdracht aan de Gentse Universiteit. Ik blijf twee cursussen geven, zo behoud ik ook een beetje het contact met de studenten. En dan bovendien op wetenschappelijk vlak, de rechtsfaculteit is een zeer interessante plaats om actief te zijn en dat straalt ook af op mijn wetgevend werk. Hoe zal u zichzelf evalueren of u goed bezig bent of niet? Of ik goed bezig ben? Ik zal een beetje naar de resultaten moeten kijken, hè, van mijn werk. Een belangrijke toets voor mij is of ik ook mensen van andere partijen zou kunnen overtuigen soms van mijn inzichten. Dat we de grens tussen meerderheid en oppositie soms kunnen overstijgen. Dat ik bijvoorbeeld inzichten kan binnenbrengen in de commissies enzovoort, waarbij ook de parlementariërs van andere partijen zeggen: ah, goed, die Boekaert heeft daar toch wel een punt. We gaan dat opnemen in het ontwerp van decreet bijvoorbeeld. Dat zou voor mij een echt succes zijn. En voor de rest, ja, of mijn tussenkomsten goed aanslaan, of er een lijn zit in mijn tussenkomsten. Ik zal dat achteraf eens bekijken en evalueren. En zullen we zien of onze tijd hier niet verprutst hebben en het geld van de Vlaamse belastingbetaler hier niet verspild hebben.